Zeg maar hallo. Ja. Nou, hoi allemaal. Wij zijn weer terug met een mukbang in de Ramadan. Ja. En dankjewel voor alle hele lieve comments op de vorige mukbang. Ja, want die is vandaag online gekomen. Ja. En nou ja, daar zijn we echt heel erg blij mee. Vandaag hebben we een heel andere mukbang, want we hebben vandaag sushi. En we hebben echt speciaal voor een mukbang besteld, want we wilden eigenlijk iets anders eten, toch? Klopt. En ik moet zeggen, dankjewel ook voor alle comments over hoe ik at. What the fuck? Ik zal mijn best doen om iets minder als een dier te eten. En meer als een normaal mens. Ja, we hebben hier sushi. Allemaal verschillende soorten. Ja, alleen vis hebben we trouwens besteld. En we hebben hier eentje met komkommer en kaas en zalm. En dit is een zalmsalade. En dit zijn noempjes. En Nessim start met een soep, maar daar had ik niet zoveel zin in. Dus dan weet je niet wat. Ik drink vandaag cola, ja. Echt keto. Maar ik ben eigenlijk gestopt met keto. Ik eet nu gewoon gezonder, zeg maar. Ja. Bewust. Maar je hebt wel, zeg maar, een tijdje toen je die keto deed. Ja. Heeft het naar mijn gevoel wel geholpen, toch? Tuurlijk. Ja. Maar ik ben niet van plan levenslang te doen. Ja, snap ik. Maar ik ga wel binnenkort weer starten waarschijnlijk. Met keto? Ja. Omdat ik me dan net iets lekkerder voel ofzo. Denk je dat wij een maand vegan kunnen leven? Ja. Denk ja. Je dat? Ja, want dat doen mijn ouders ook tijdens het vasten. Dus ik ben het al gewend. Ik ben echt benieuwd of wij daar... Dan moet ik dus falafel maken en courgettenkoekjes en dat soort dingetjes. We also have... Oh ja. Hoe heet het? Burk. Ja, bladerdicht met feta kaas en kaas zitten we hierin. Spinazie en kaas. Spinazie en kaas. Die hebben wij bij de Turk gehaald en die moet je dan in de oven doen. En dan komt die er zo uit, maar dat is wel van gisteren. Nessim zegt dat het lekker is, maar ik heb het nog niet geproefd. Ik eet wel even eerst. Nou, ga maar even eten. Ik ga ook even eten als je het niet erg vindt. Ik ben nu echt weer als een dier aan het eten. Sorry mensen. Dus, mensen op Instagram. Mm-hmm. Wat zeiden ze? Ik vroeg op Instagram of jullie nog vragen voor ons hadden. Want ja, ik weet niet goed waar we wel heel tof moeten praten tijdens zo'n mukbang. En jullie hebben allemaal vragen eigenlijk ingestuurd. En die gaan we dus tijdens deze mukbang beantwoorden. Oké. Yes? Iemand had een reactie onder onze video gezet met dat je de binnenkant van een brood eruit haalt. Deed je dat? Ja. Ik heb nooit op gelet. Het is te veel, man. Ik ga too much koolhydrates. Ik weet ook niet waar. Ik heb nog steeds zo'n oude Instagram dan. Oh, mag ik alvast beginnen met één? Ja, tuurlijk. Zouden jullie ook met de auto op vakantie kunnen gaan? Levert echt leuke vlogs op. Mm. Nou, ik weet wel zeker dat mensen het heel erg leuk gaat vinden. Heel graag. Ja? Ja. Ik zei nog laatst tegen jou. Oh ja, ik eet trouwens sushi met een vork. Sorry mensen, jullie gaan boos worden, ik weet het. En ik ga nu spicy tuna eten. Ik zie nu al de comments. Hoe kan je sushi met een vork eten? Maar vakantie met een auto? Ja, ik denk dat het heel leuk is. Als wij zeg maar even een jeep kunnen krijgen van Jeep. Mm-hmm. En we gaan met zo'n grote auto gewoon door Europa heen of zo. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Dat lijkt me echt leuk. Ik weet niet per se naar waar. Weet je wat wij een keer moeten doen? Mm-hmm. Dan moet ik naar Turkije gaan, man. Gewoon zo die traditionele reis. Met de auto. Ja toch? Lijkt me eigenlijk wel leuk. Gewoon door, weet ik van Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije, ik weet niet waar mensen naartoe gaan. Dat lijkt me echt leuk. Met de auto. Dat lijkt me ook wel leuk, met Turkije. Oh. Oké, ja, dus we willen wel met de auto gaan. Maar mij maakt het niet uit. Ook al zou ik naar Zuid-Frankrijk af en toe gaan, zou ik nog steeds met de auto kunnen gaan. Ik vind het gewoon leuk. Nou, ik heb al door Europa gereden, toch, voor het programma. Oh ja, klopt. Dat vond ik echt leuk. Ja, maar ik ben vroeger met mijn ouders ook vaak met de auto op vakantie gegaan. Naar Spanje, naar Tsjechië. Dus ik denk wel dat het op onze bucketlist staat. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Heb je ooit iemand zeetoon zien eten met stokjes? En met sushi. Ja. Wat is jullie favoriete Midden-Oosterse gerechten? Midden-Oosterse gerechten? Ik ben wel van... ik hou van Libanees. Heel erg. Mm-hmm. Maar gerecht. Nou, ik vind koolzie heel lekker. Ja, koolzie en ik vind gewoon fasoli over het algemeen gewoon lekker. Ik vind salades vooral in het Midden-Oosten lekker. Tabbouleh, fattoush en dat soort dingen. Ik hou van alle gerechten met aubergine erin. Maar dan echt op de Arabische manier voorbereid. Dus niet gegrild of zo, daar hou ik niet van. Ja. Dina was opgesloten. Oh. Maar voor de mensen die niet weten wat koolzie betekent of is. Ja. Het is zeg maar lam. Ja.
maar heel lang in de oven, toch? Of wat? Nee? Nee joh. Was, nee, gekookt. Hoe maken ze dat? Ik weet het niet zo. Het is tenminste heel mals. Super mals. Ja, het is zeg maar mals. Zo mals dat je zeg maar die bot uit dat vlees kan trekken. Ja. En het is een soort van tomatensausje. En dan eet je erbij meestal bonen, fasolie of bamje. En dat is okra. En rijst. Dat is dan het gerecht, zeg maar. En dat bestelt mensen altijd als we bij een Arabisch restaurant eten. Ja. Maar ik vind mixed grills ook gewoon lekker. Maar in het algemeen, ik vind Libanees eten echt top. Ik weet niet. Maar hoezo Libanees, zeg je? Ik weet niet, man. Omdat we heel vaak bij Libanees gaan eten. Was. Ja, maar ook in Londen en zo was Libanees. Oh ja, 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 klopt. Ja. Maar ik weet niet of het zeg maar beter is dan Turks eten. Ja, ik blijf ook echt een fan van Turks eten. Eerlijk, met alle respect, maar er gaat geen enkel ontbijt boven een Turks ontbijt. Dat is bijna hetzelfde. Dat is niet waar. Wel, wij eten ook gewoon hetzelfde. Wij eten ook gewoon sucuk en ei en... Je hebt sowieso onder de andere sucuk. En die kaas die jullie hebben in Turkije, wij eten dat ook hoor. Ja? Ja, die witte kaas en zo hebben wij ook. Dus eigenlijk vind ik dat echt onzin dat jullie ontbijt lekkerder is. Want we hebben precies hetzelfde brood. Wordt lekker ook allemaal vers gemaakt. We hebben alles precies hetzelfde. Zelfs burek en zo hebben wij ook. Nou, dat is eigenlijk niks. Maar toch vind ik het, ja... Een Turks ontbijt vind ik lekker. Simit is wel echt Turks. Bam. Claim it. Ja. Ik denk dat het allebei wel lekker is. Want ik vind, bij de Turken vind ik eigenlijk... Adana kebab het beste. Beter dan bij de Arabier. Adana. Maar soms hoor, soms zijn ze ook pittig man. Ja, maar dat vind ik juist lekker hè? Ik niet. Ja, ik hou daar echt van. Wat is het gekste wat jullie samen hebben gedaan? Ik denk... Ik weet het ook, maar ik kan het echt niet zeggen. Dat we die mok hebben gejat. Ja. Bedoelde je dat? Ja. Dat zeggen we mij beter niet op beeld. Nee. Het gekste wat wij hebben gedaan. Even denken. Maar wat versta je onder gek? Wat is gek? Ja. Wat hebben we gedaan voor geks? Nou, ik vind skiën in Dubai vind ik dat wel raar. Dat is niet eens gek, dat is gewoon raar. Dat is gewoon raar. Niemand doet dat. Nee, wij wel. Ja. Deze noempje is trouwens echt zo lekker. Ik weet niet echt iets gek. Oh ja, nou in Bali wouden wij wel duiken, maar... Oh my god. Als ik aan denk, krijg ik weer paniekaanval. Mm-hmm. Man. Wij wilden gaan duiken in Bali. Maar dat was wel een speciaal soort duiken, toch? Met zo'n helm op en zo. Ja. Dus je hebt dus een helm onder water op. En wij kregen alweer een soort van paniekaanval toen we de water ingingen. En toen zijn we heel snel weer uitgegaan. Dus dat is niet gelukt eigenlijk. Nee, ik kreeg al paniek toen ik jou zag. Mm-hmm. Laat staan dat ik nog zelf moest gaan. Onderop. Ja. Weet je, het is, ik ben gewoon van mening, als je op vakantie gaat, moet je geen dingen doen waar je dood aan kan gaan. Weet je, hou het gewoon leuk. Je hoeft niet per se hele extreme dingen te gaan doen. Ben je aangekomen sinds je met de Ramadan meedoet? Ik denk het wel. Ik niet. Niet extreem, maar gewoon een kilootje of zo, denk ik dus wel. Want je eet toch wel meer zoetigheid en meer koolhydraten, wij tenminste. Maar ik ben wel afgevallen. Echt? Niet veel hoor. Half kilo. Hoe dan? Je hebt gewoon suiker de hele tijd. Ja, de hele tijd. Voorzichtig man. Je eet gewoon normaal hoor. Gisteren heb je nog een hele bak bakken. Gisteren ben ik wel... Ja, maar ik heb eentje gegeten hoor. Oh. Gisteren ben ik wel een beetje losgegaan. Ja? Had ook Turkse koekjes en zo. Mmm. Nee, heb ik ook gegeten. Dat is niet goed man. Ik heb ook buikpijn hoor. Ja. Ik heb wel zeg maar het gevoel dat ik minder goed eet. Ik weet eigenlijk niet of je per se aankomt, want je dus een heel grote tijdvak niet eet. Weet je het probleem is? Tijdens de Ramadan heb je gewoon zin in alles. Mm-hmm. Omdat je de hele dag niks eet. Mm-hmm. En dan ga je alles eten wanneer het mag. En dat is gewoon niet goed. Eigenlijk moet je gewoon, als je zo gezond kan worden. Niemand, weet je, niemand zegt aan het einde van de dag van... Oh ja, het eerste wat ik wil eten als ik mijn vaste verbreek is een avocado. Ja. Dat zegt gewoon niemand. Zin in. Dat zegt niemand. Iedereen wil een broodje of weet ik veel, rijst. Iets lekkers, iets waar je naar uit hebt gekeken zeg maar, de hele dag. Ja, wat vinden jullie niet zo lekker qua eten? Ik vind het echt meer een vraag van Essen, aangezien ik bijna alles eet.
Ik ben heel makkelijk. Echt... Jij bent helemaal niet makkelijk. Nee, ik ben heel makkelijk in wat ik nu ga noemen wat ik niet lekker vind. Oh, oké. Champignonnen vind ik niet lekker. Aubergine vind ik alleen lekker als het op een bepaalde manier is gemaakt. Dat is gewoon in de oven. Wat je zei, is al eerst gefrituurd, dan in de oven die heel zacht is. Met gehakt en witte rijst. Dan vind ik het heerlijk. Maar gewoon zo'n aubergine tussen een ding zo hard, dat vind ik echt niet lekker gewoon. Die twee dingen. Gegrild vind jij niet lekker, hè? Ja, die twee dingen. Ik vind gegrilde aubergine ook echt niet en lekker. En paprika ben ik ook niet per se fan van. Waarom? Ja. Vind je toch gezond het dat is? Ja, gezond, maar het is zo'n niks zeggende smaak. Hoezo? Het is behalve die wel een goede die smaak. Die snoeppaprika vind ik wel lekker. Hm? Snoeppaprika. Om met die zoet te zijn. Maar bijvoorbeeld, kijk nu een soepje drink. Hm? Ik heb hier ook paprika in gedaan. Ja, maar dat hoef ik niet op. Ja, maar daar krijg je wel lekker vitamintjes binnen. Want je eet het nooit. Ik vind het ook lekker. Mm-hmm. Maar voor de rest vind ik alles lekker, denk ik hoor. Mm. Of niet? Nou. Er is iets heel raars wat mensen niet lekker vinden. Hij kijkt zeg maar naar zijn eten. Als in. Hij kan dezelfde groente eten. Als jij het verwerkt in het eten zonder dat hij het ziet. Mm. Of als het klein is gesneden. Maar dezelfde groente. Als een klein kind, hè? Als ze groter zijn gesneden, dus hij ziet echt zo'n grote aubergine, dan eet hij het niet. Maar stel je voor je het echt in blokken snijden en door je het eten heen, eet hij het gewoon op. Dus dat is zeg maar de reden waarom ik het echt raar vind dat hij iets niet lust. Want als je iets niet lust, dan proef je het gewoon overal doorheen. Maar ik weet, zijn moeder doet zo van die kleine champignonjes door ze eten, dan eet hij het gewoon. En dan zegt ze daarna van, en weet je wat je hebt gegeten? Dan zegt hij nee. Nee, je hebt allemaal champignonjes gegeten. Niemand gelooft jou meer. Tot zover mijn kinderachtige leven, jongens. Mashallah, jullie zijn superleuk. Het lijkt alsof jullie nooit ruzie maken. Nou ja, echt ruzie hebben we niet. Nee. We hebben heel vaak van die kleine discussies wat op een ruzie lijkt. Maar weet je wat het ook is bij ons? Als we zeg maar met elkaar praten, we praten heel heftig. Als we ergens niet mee eens zijn, dan lijkt het alsof we dikke ruzie hebben. Maar eigenlijk is het bij ons dan een discussie. Het is een beetje die Arabische temperament. Allebei. Maar ja, wij hebben ook gewoon wel eens ruzie hoor. We hebben niet de hele tijd zo... Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat zeg maar heel vaak, mm-hmm. ook vroeger en zo, gingen ruzie zeg maar, of kwam door andere mensen, mm-hmm. of, je weet toch, mm-hmm. om heel eerlijk te zijn, zeg maar, het is niet heel vaak dat wij... tussen ons echt problemen hebben. Nee, want als we ruzie hebben, dan gaat het over schoonmaken of zo. Ja, maar ja, dat is niet, dat vind ik niet echt ruzie, hoor, toch? Nee, maar het gaat niet over big things of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het gaat echt over andere soort dingetjes. Niet voor onzin. Gewoon over het huis en zo, weet je wel. Maar echt de grotere ruzies in onze relatie, dat komt altijd van een ander. Ja. Omdat iemand gewoon zich mee bemoeit in onze relatie of zo, ja. kregen we heel grote ruzies van. Maar ik denk dat elke stel het heeft, dat de buitenstaanders voor de meeste problemen zorgen. Hmm. Ik hoor het altijd heel vaak, ook bij mijn vriendinnen of bij iemand anders of zo. Ik hoor het altijd dat soort problemen. Toen. En dat is wel een leuke vraag, want ik heb het net in een live beantwoord, maar nog niet in de mukbang. Ja? Wat is jouw raarste eetgewoonte? Nou, mijne, zie je al, ik eet sushi met een vork. Nou, dat is wel een beetje raar. Ik haat het zeg maar, dus als ik op plekken kom waar ze mes en vork gebruiken voor alles, zoals pasta. Ik vind het gewoon gaar. Ja, voor hamburgers dan. Dat snap ik niet. Ik vind het gewoon gaar. Als ik in zo'n tent zit, dan denk ik van, mag ik gewoon met mijn handen eten, jongens? Ja. Even normaal gewoon. Ik heb hier helemaal geen zin in. En dan, meestal heb ik ook vriendinnen die heel netjes eten. Kijk, ik ben gewoon een monster. Ik eet gewoon... En je eet ook best wel netjes. Ja, maar ik ben echt Arabisch. Je past je ook een beetje aan de omgeving toch? Ja, maar alsnog te laten struggelen. Ik wil gewoon eten. Dat je in mijn hoofd denkt van... Ja, doe het dan. Gewoon eten. Ja. Wat is jouw raarste eetgewoonte? Nou... Ik kan... Ja. Ik kan niet naar naakte mensen kijken als ik eet. Ja. Dat vind ik echt walgelijk. Dat vind ik zo goor, dat gaat mijn hele eetlust weg. Ja, hij daar, kan... ben ik achtergekomen toen ik aan het eten was voor de tv. En opeens kwam Adam zoekt Eva kwam opeens op tv. Ja, dan zag ik zo'n klein piemeltje rondlopen daar. Ja, godverdamme. Ja, sorry, maar... Daar heb je echt geen zin meer in hoor. Sorry hoor. Sorry hoor. Maar mijn hele eetlust die was verpest. Doe die...
kleine piemont. Ja, en ook door die vrouw, weet je. Ik bedoel, ik vind het gewoon iets... Oh ja, dat mogen wel natuurlijk. Nee, ik vind het gewoon niet smakelijk om naar te kijken. Ik vond het sowieso de raarste programma ever. Ah, dat was ook even? Ja. Ja. Ik vond het echt raar dat je... Daar ben ik een keer voor gevraagd, man. Ja, maar je zit toch ook gewoon BN'ers? Ja, dat was... Oh, dat was een normale editie. Fips. Daarna kwam er dus Fips. Oh, ik vind het echt zo raar dat je zo gewoon op tv wil komen. En ze kregen ook echt geen moe betaald, hè? Maar weet je de prijzen? Ja, ik weet het niet zeker, maar volgens mij was het rond de 5. 5000 euro de mensen dus voor naakte tv. Dan weten jullie dus dat het niet zo hoog. Dat weet ik niet zeker, hè? Dat is omdat, een schatting. Ja. Maar het zal niet meer zijn dan dat. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik zou dat nooit 5000 euro sowieso wel. Ik zou het nooit doen, man. Fuck die money, man. Ja. Maar jij wil zeggen, als jij een miljoen krijgt en je zou zo op tv, zou je dat doen, eerlijk? Voor een milli? Ja. Voor 1 miljoen naar de tv. Ja, kijk. Ik weet niet, man. Het gaat wel een beetje te ver ofzo voor mij, man. Naakt. Oké. Maar een milli is wel lekker. De vraag is simpel. Wil je voor een miljoen, zou je naakt op tv willen? Nee. Oké. Dat was de vraag. Nee. Omdat ik geloof dat het ook anders verdiend kan worden. Ja, sowieso. Ik hoef niet per se met mijn blote flikker op tv dan. Dus nee. Zou jij ooit meedoen aan Temptation Island? Nee. Omdat ik dat een programma vind. Ja, ik vind als je als BN daaraan meedoet. Misschien wel leuk om te zeggen dat we gevraagd zijn. Nou, we hebben wel gevraagd. Wij zijn gevraagd voor Temptation Island Fix. Ja, eerste editie. Eerste editie, dus niet de. Ja, klopt, toen. Ja. Ja. Maar. Nee, man, ik vind als je daaraan meedoet als bekend persoon, dan heb je het echt nodig voor je carrière. Bij ons wel gewoon gelijk duidelijk dat we het niet gingen doen. Ja, we hebben daar niet een gesprek over gevoerd of zo. Absoluut niet. Maar ja, ik vind het ook zo'n onbenullig iets, weet je wel. Want dan zetten ze dus jou op een soort van setting. Hmm. En stel je voor, ik zou niks doen daar. Dan zouden ze alsnog in een video, zeg maar, het zo naar voren brengen. Een shot dat je kijkt of zo, je weet toch? Ja, dat ik dus wel iets doe. Of dat ik misschien met iemand praat, maar dan net een andere zinnetje of zo. Hmm. Gewoon iets anders. Dat jij dan flipt op een eiland, omdat ik dat zo zeg, terwijl ik dat niet zo heb gezegd. Dan in het begin. Dat jij dan wat gaat doen terwijl ik niks heb gedaan. Ja, los daarvan, in het begin heb je toch zeg maar die moment dat die jongens zeg maar tegenover elkaar staan, dan gaan ze zeg maar trash talken. Van ja, ik ga je vrouw neuken, dit, dat. Ja. Luisteren. Als iemand dat in mijn gezicht zegt, ik klap je gelijk daar. Gelijk! Ja. Snap je? Dat zou ik niet eens aankunnen. Laat staan, want dan ben je gek, man. Stond erop van. Ik vind het wel heel knap van mensen dat ze dat dus wel. En van die Niels. Ja, maar hij bro. Hij pikte wel veel, hè? Bro. Even serieus, man. Hij heeft, zeg maar, zijn chickie is van hem gepakt, mm-hmm. 2 keer. Mm-hmm. En je bent geslagen in de ring. Door dingen. Maar dat kan altijd wel gebeuren, toch? Ja, maar dan moet je gewoon stoppen met alles, toch? Dan ben je gewoon klaar, toch? Kom op. Hoeveel disrespect wil je nog krijgen in je leven, man? Kom op, man. Maar ik zou wel echt... Ik was toen met die partij, was ik wel echt gewoon team Niels. Je gunde het hem gewoon. Ja, underdog, weet je wel. Maar ja, goed, straks kijkt niemand naar Temptation Island. Ik weet niet of Temptation Island. Ja, dat was een boeking. Waar is hij dan? Naar Limburg. Ik kom sowieso niet op tijd thuis. Mag ik mee dan? Er is geen plek in de auto, man. Alsof je mee wilt, man. Wat wil je nou? Mag mee. Nee, je wilt helemaal niet mee. Jij zit in je pyjama. Jij gaat eens lekker naar Honey toe. Ik ken jou. Nee, ik wil echt mee. Zeg, balla, je wilt mee? Wallah, ik wil meer. Ja. Ik wil niet meer mee, hè? Ja, ik wil nou niet meer mee. Nee, het is niet dat je niet mee wil nemen. Als je nu gaat zuchten, gaat voor om... mijn volgers, ga ik niet meer mee. Je moet 3 uur in de auto zitten. Ik doe met plezier. Ja, dat nog op, man. Je wil heel niet met mij even ergens snel naartoe en dan wil je 3 uur in de auto zitten, man. Oh, gek. Oh, je hebt vol. Per was. De mensen zeiden trouwens ook in de comments van, oh, ik wou dat ik zo'n koelkast naar mijn eerst hoef ik niet op te staan. Ik denk dat we allemaal echt van die luide donder zijn. Ik ken dat toch?
Als je met je ouders aan tafel zit en je moeder zegt van, hey, wil je dat even pakken vanuit de koelkast? Ken je dat? Dat je dan moest opstaan? Ja. Maar jij hoefde ook niet zo lang op te staan hoor. Bij ons thuis? Ja. Als we in die grote eettafel zaten niet. De koelkast was gewoon achter ons. Goed, jongens. Sushi is klaar. To be continued. Mukbang baklava. Ja. Leg maar uit wat je hebt gehaald. Nou, ik heb... Ik haal. Groene baklava. Dat is pistache. Is het pistache? Ja. Oh. Een soort van Turkse churros. En baklava. Ik ga een keer voor die groene. Ik ook. Zullen we 50-50 doen? Ik wil even proeven of ik hem te zwaar vind eerst. Als ik hem lekker vind, eet ik hem op. Oeh. Hij is voor mij echt zwaar. Dat is wel echt zwaar, hè? Dat is wel heel lekker. Lekker hè? Lekker man. Ik denk dat we de video hierbij al gaan afzetten, toch? Ja. Lekker gegeten. We hebben heerlijk gegeten. Ik denk dat dit alweer een beetje het einde is van mijn video. Dat was echt super lekker. We hebben genoten. We moeten wel weer echt opletten wat we gaan eten. Maar ik heb op dit moment ook nog een giveaway staan op mijn Instagram van Juice Express. Want ik mag 10 pakketjes met sapjes opsturen naar mijn volgers. Dus wil je meedoen? Doe dan snel mee. Ga naar hun Instagram, volg ze daar en laat een reactie achter op hun laatste foto. En wie weet ben jij een van de 10 winnaars. Dat was het. Ik hoop dat jullie deze mukbang leuk vinden. En wie weet gaan we nog een keer iets anders eten. Ja, dus doei doei. Really?